Vorige week vrijdag was het een spannende dag voor een grote groep kinderen. Want met niemand minder dan Otman Bakkal opende zij in het Philips Stadion het Playing for Success leercentrum. En dat was dus de opening van het Playing for Success Centrum, nu 9 weken geleden. Afgelopen vrijdag sloot de eerste groep haar periode af. En er kan nu al gesproken worden van een succes. Het was natuurlijk wel een beetje wennen. Voor ons, voor de kinderen. Het centrum is nieuw, de materialen zijn nieuw. Maar we zijn heel erg tevreden eigenlijk. Wat hebben die kinderen in deze periode geleerd? Allemaal verschillende dingen. We zijn veel bezig geweest met rekenen, met taal, maar ook gewoon hoe ga je met elkaar om. Wat doe je als je ergens met een probleem zit. Dus ook sociaal zijn we met elkaar bezig geweest. Om het pilotproject feestelijk af te sluiten zijn PSV-spelers Jan Kromkamp en Bas Roorda uitgenodigd om de leerlingen hun certificaat te overhandigen. Welkom allemaal bij de afsluiting van deze pilotgroep van Playing for Success. Jullie waren hier 9 weken geleden. Op 18 september als allereerste tijdens de opening. Toen stond Bakkal buiten bij de deur om het centrum dan ook echt te openen. Nu hebben we 2 andere gasten hier op visite die de afsluiting mee komen verzorgen. Nou, jullie kunnen ze natuurlijk wel. Het is Jan, Kromkamp en Bas Roorda. Om duidelijk te maken wat ze geleerd hadden, hadden sommige leerlingen een presentatie, een spreekbeurt of een quiz voorbereid. Die ze voordroegen aan de spelers van PSV. We hebben met stappen de stadion gemeten. We hebben eerst met stappen gemeten en daarna met 1 week heen gemeten. En als klapper op de vuurpijl mochten 2 jongens, Jan Kromkamp en Bas Roorda, het hemd van het lijf dragen. Waarom hebben jullie voor voetbal gekozen? Ja, heel simpel, omdat het leukste is wat er op de wereld bestond toen. Wie heeft u daarbij geholpen? Natuurlijk moet je zelf als speler zelf, als jongen zelf heel graag willen. Maar mijn vader heeft me altijd overal heen gebracht. Waar verwacht u van PSV dit seizoen? Nou, we worden in eerste instantie gewoon kampioen. Wat vinden jullie van Playing for Success? Nou, ik ben hier nog niet zo lang, maar mijn eerste indruk is, ik denk dat het een heel erg goed initiatief is. En het belangrijkste is wat jullie ervan vinden. Kijk, kinderen leren al op school. En juist dat op school leren vinden ze minder leuk. Dus wij hebben nou gezegd van, we moeten gaan leren vanuit een gave omgeving. En dat is voor alle kinderen in Eindhoven, is dat natuurlijk PSV. Dus PSV is daarin heel erg belangrijk. En dat blijkt te werken. Zekerste weten.